Wij zeggen weer welkom. Hallo. Na een lange tijd van afwezigheid. Ja, het Sinterklaasseizoen zit er voor ons op. En dat betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe camperavonturen. Ja, daar heb ik er weer zin in. Maar goed, eerst eventjes de tijd aan die andere bebaarde man. Ja. Aan de kerstman met zijn feest. En daarvoor blijven wij ook dit jaar nog even in Nederland. Dus niet zoals jullie vorig jaar van ons zijn gewend. Dat we toen vrijwel direct vertrokken richting het zuiden. Nee, we blijven dit jaar blijven we eventjes nog in Nederland om kerst te vieren met familie. In Holte, weliswaar ons favoriete plekje. Lekker in de rust en in de natuur. Ja. Maar wat hebben we het hier ook de afgelopen weken fijn gehad, zeg. Ja, zeker weten. Ongekend. Het is allemaal fantastisch verlopen. Het seizoen, niet alleen het Sinterklaasseizoen. Maar ook gewoon hier de hulp die we hebben gekregen van de boeren en de boerinnen aan alle kanten. Het was echt fantastisch. Ja. Waarvoor nogmaals dank. Super bedankt. En natuurlijk hebben we ze persoonlijk ook met regelmaat laten weten. Maar we vinden het ook aan jullie wel eventjes zo netjes. Omdat we hebben het al over ons favoriete plekje Holte. Maar hey, hallo, laten we dit plekje in Terschuur niet vergeten. Hè? Want nee, het zeker is ontzettend fijn dat het weer allemaal kon en mocht. En de Sinterklaaspullen en alles is weer opgeslagen op dezelfde locatie als vorig jaar. Dus dat is super fijn. En nou ja, goed. Je zet het lachen, want Rico die maakt iedere keer misbruik van. Als ik aan het filmen ben, dan is het baasje afgeleid. Ja. Kijk, dan probeert hij het even bij het vrouwtje. Tuurlijk, mag ik hier op de bank? Nee, Rico, ook in dit huis mag jij niet op de bank. Nee, schat. Oh ja, maar je hebt een beetje aandacht tekort gehad. Hè? Er wat dagjes wat langer alleen geweest. Ja. Ja, we hadden even een ander huisdier, hè? Ja. Ja. Het paard was eventjes iets meer de hoofdrol dit keer. Even de aandacht delen. Had je maar een paard moeten worden, jongen, want dat karakter heb je wel. Ja. He, je bent een goed zak. Maar gelukkig waren mijn schoonouders hier ook. Hè? Die hebben goed voor Rico gezorgd, dus je kon niks tekort. Nee. Echt niet. Hey, en eventjes terugkomend op al die afgelopen weken, want tussendoor hadden we natuurlijk af en toe wel eens een dagje vrij en ook... voor de tijd, voor onze echte drukke tijd de laatste paar weken, hebben we nog best wat een en ander gedaan aan de camper. Zo zitten de nieuwe wielen zitten erop. We hebben de trekhaak erop gemonteerd. Ik heb verlichting geïnstalleerd. Afijn, een hoop om jullie in deze video te laten zien. Ik ga het voor jullie nu allemaal achter elkaar zetten. We beginnen denk ik eventjes met het monteren van de trekhaak. En voordat er reacties komen, want er zijn nog wel de slimmerikken op onze video's die op onze kenteken gaan controleren. Het klopt. Deze camper inderdaad het trekvermogen op bij de RDW op 0 staat, / stond. Bij de vorige camper was dat ook het geval. Daar zat ook geen trekhaak onder. Die heb ik toen eronder gemonteerd zelf. Samen met hulp van mijn zwager. Die me overigens dit keer ook weer heeft geholpen. Dus ook William, dankjewel jongen. Maar wat wilde ik zeggen? Oh ja, daar is dus gewoon heel makkelijk een oplossing voor. Je kunt namelijk gewoon met de gegevens die je hebt, hè, met het bekende chassisplaatje, met waar alle trekgewichten, toegestane gewichten op staan, kun je opsturen naar de RDW en het verzoek indienen of ze dan ook het trekkend vermogen willen vermelden in het systeem. En dan wordt het dus officieel geregistreerd. Die papieren zijn onderweg, dus we gaan ervan uit dat het eerder gewoon, net als bij de vorige camper, voor elkaar zit en dat we dan officieel ook mogen trekken met de trekhaak. Ik denk inmiddels, als deze vlog online staat, dat het dan best al wel eens geregeld kan zijn. Maar dat terzijde, we gaan eventjes naar de beelden van een trekhaak monteren. Daarachteraan wat wielen monteren. Ik heb nog verlichting geïnstalleerd in de camper. En wat er allemaal verder voorbij komt. We wensen jullie veel kijkplezier en leuk dat jullie weer inschakelen na een tijd van afwezigheid.
Jawel. Links. Jawel. Links. Jawel. Bremsen. Ook rem. Mooi. Niks meer aan doen. Nou, succes jongens! Ja, en terwijl de jongens eventjes bieten gaan halen voor de boer, voor de koeien, gaan wij ook eventjes weg. Wij gaan met de camper richting Nijkerk. Ze komen eronder. De nieuwe wielen. En ja, ik laat ze voorlopig even zwart. Dus dat is uiteindelijk de keuze geworden. Is ook een praktische overweging. Maar goed, dat ga ik allemaal helemaal niet verder uitleggen. Want we zijn druk. Wij rijden nu eventjes met z'n tweeën richting Nijkerk. En dan komen de nieuwe wielen onder de camper. Volgens mij zitten we vast. Oh. Ja, maar kijk op wat voor drasgebend het hier is. Heel het weiland is helemaal nat. Nou, het was bijna misgegaan weer. We zaten hier weer helemaal vast. Is niet te doen met het K-weer. Kijk, maar zoals je kan zien, heel het weiland is helemaal nat door al het regen wat er is gevallen. Dus we zaten weer bijna vast, maar gelukkig heeft Vince hem weer eruit gereden. Dus we gaan nu bieten erin doen. Ga je als dit? Dikke bak met Piet! Zit je lekker? Wow! Nou, zoals je kan zien,
We hebben de bieten nu in de vermaler gedaan. En deze vermaler, die, wat het al eigenlijk zegt, die vermaalt de bieten. En die bieten die worden dan gemengd met het kuulgras. Dus, maar voor de rest nou, ging het allemaal super. De nieuwe velgjes zitten erop, zat. En ik ben blij. En Roan. En wat vinden we ervan? Stoer. Ja. Ik zeg heel eerlijk, mijn twijfel ging nog steeds een beetje uit. En voorkeur naar de bronskleur. Maar we hebben ze zwart gelaten. In goed overleg. Omdat we dit ook met een tijdsdruk nu. En met alle drukte die we hebben. Maar hey, het resultaat is fraai. En hoe leuk. Terwijl we hier bezig waren met de banden. Ik ben nog van het hijgen. Terwijl we hier bezig waren met de wielen. Hebben we die andere set verkocht. Heel bijzonder verhaal. Kom ik zo even op terug, want we gaan eruit hier ook. We kunnen verder met de volgende wagen. Deze zit erop. Peter in Nijkerk, dankjewel. Nou, Ingrid rijdt gelijk even met het busje op me vooruit. Want daar hebben we gelijk al die oude velgen en banden mooi ingelegd. Dus het busje van de boer mochten we even lenen. Dus ook dat is weer top geregeld. Wat zijn wij dankbaar met al die lieve mensen om ons heen. En nou zei ik straks in de vorige beelden die ik toen heb opgenomen van de verkoop van onze andere velgen, die ik dus verkeerd had besteld destijds, hè, met die verkeerde steekmaat. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Daar zou ik nog even op terugkomen. Bij deze was een heel grappig verhaal, terwijl ik op dat moment samen met de mensen daar de wielen aan het monteren was, kreeg ik telefoon van iemand die had gezien dat ik de andere wielen te koop had staan. En hij zegt, ja, hij legt dus een verhaal uit. Hij zegt, oh man, ik heb me toch een blunder begaan, zegt hij. Hij zegt, ik heb steekmaat 116 gekocht. 130 gekocht. Sorry, 5x130 gekocht. En ik moet 5x118 hebben. Ik zeg, nou, ik zeg, kun je elkaar de hand schudden? Want dat is de reden waarom ik hier nu andere velgen sta te monteren. Dus potverdorie, zegt hij, hadden we het eerder geweten. Hadden we zo over kunnen steken. Jij die van mij kunnen hebben, ik die van jou. Waren we allebei weer blij. Dus dat was wel een heel bijzonder verhaal, dat die man dus dezelfde fout had gemaakt als ik. Hij was dus in de veronderstelling dat hij 130 nodig had, maar bleek 118 nodig te hebben. En ik dacht dus 5x118 nodig te hebben en ik bleek 5x130 nodig te hebben. Nou, die zitten er nu bij ons onder. De anderen zijn ook inmiddels verkocht, dus het is allemaal bij ons met gesloten portemonnee gelukkig weer gelukt. En nou, dat had ik nog eventjes gezegd om uit te leggen bij deze. We gaan door naar de laatste klus die ik had in die periode en dat was het installeren. Of het aansluiten van een lampje. Ik kan het de grip krijg. Je hebt je wel weer een klusje op je hals gehaald, of niet, Mark? Ja, maar dat was nodig. Dat sowieso. We hadden hier veel te weinig licht in deze hoek. En de vorige eigenaar had hier een koolstofmonoxidemelder geplaatst. Ja, als je dan die deur opende, was het bam. Veel te laag van het plafond. Dus we hadden hier gaatjes. En we hebben hier te weinig licht. Dus ik denk, hey, twee vliegen aan één klap. Ik denk, ik plaats hier een lamp. Dan hebben we hier weer licht. Hoe dan? Nou, op deze manier, dan ben ik dus gelijk die gaatjes kwijt. En hier zit immers bij ons die ventilator. En daar zit een continue 12 volt spanning hierbij. Dat heb ik al even voorbereidend werk op gedaan. Dus ik heb daar al wat soldeerwerk en dergelijke gedaan. En toen heb ik hier, via het dak, heb ik een gaatje tot aan hier gemaakt. Hier het gaatje erin geboord. En nu ben ik dus proberen die kabeltjes hierheen te krijgen. En ik heb hem bijna, sterker nog. Ja, en waarmee? Ik ben live getuige van. Met mijn pincet. Ja. Dat helpt hem alle ellende te verwijderen. Dus ja, dat klopt. Maar kijk eens. Ja, het is gelukt. Hier. Ja, heel knap. Dus nu heb ik zometeen zonder kabelgootjes en dergelijke. Heb ik gewoon de elektroblindtest in de werk achter het plafond. En die gaatjes om te weg. Gaan we deze mooie touch. Lamp gaan we hier op aansluiten. En dan hebben we hier licht in het donkere deel. Er zit hier wel een lampje.
Ja. Maar die brengt geen licht naar dit gedeelte van de camper. En hier hebben we toch ook die voorraadkast zitten en nou, et cetera. Het is gewoon makkelijk als hier ook goed verlichting komt. Dus dat ben ik aan het realiseren. En daar ga ik eventjes mee verder nu. Die gaan we nu op de juiste maat inkorten. Even daarop bij aansolderen. En dan krimpkousje eromheen. Deze stekketjes, ja, ik had ze eigenlijk andersom bedoeld. Want de stekketjes moeten op de lamp. Maar die stekketjes waren nu iets te breed om door het gaatje heen te doen. Dus ik heb nu even andersom gedaan. Dus ik zet hier twee nieuwe stekketjes op. Die kunnen dan vervolgens op de lamp. Want die ga ik gewoon weer met een stekker verbinden. Dan ga ik niet solderen of zo. Dit doe ik gewoon lekker met de stekker. Waarom? Dan is het ook makkelijk weer ooit eens. Als ik het één moet vervangen, dan hoef ik niet alles te vervangen. Dan hoef ik niet de hele draad weer los te halen, weet ik het al niet meer. Dus dat, dus deze ga ik hierop aansluiten. Solderen, kan die weer in elkaar. En dan gaan we kijken of het lampje zo meteen werkt. Rood is te brede. Kijk, om de hele tijd te helpen om dat ding omhoog te houden. Deze, daar krijg je lamme armen van. Dus wat heeft Mark gedaan? Hij heeft hem gewoon op het kastje gelegd en vastgemaakt met een stukje tape. Dat scheelt weer lamme armen. En hij zit er bijna op. Bijna. Ja, zit hij een beetje in het midden? Ja, ik zou zeggen, ik meet hem van hier uit de helft, maar ik vind zelf van niet. Oké. Okay. Dus, nou, vind mijn, op in mijn oog niet. Dat punt heb ik al vastzitten. Nou, dit zou moeten zijn. Zo, vast is vast. Dan kunnen deze erop. Dus Ingrid die zat net al. Oh, dat is wel een lampje waar stof in gaat liggen. Ja. En dat heeft Ingrid helemaal gelijk. Dat loop ik weer over te miepen. Mijn lieve schat, als je deze dus losdraait. Oh, kijk, dan is je makkelijk schoon te maken. Het voorste kapje eraf halen. En dan zit je direct bij de LED-verlichting. Kijk, daar worden we wel weer iets vrolijker van. Hé, en nou, wat ik eigenlijk de hele klus al last van had. Echt te weinig licht hier. Als het goed is, werkt die. We hebben eerst een blauw lampje. Dat is voor de nacht. Gaan wij niet gebruiken, want ik heb een bloedhekel aan blauwe lampjes. Sterker nog, even terugkomend op die USB-oplaadpuntjes die we hebben geïnstalleerd. Een paar video's terug. Daar zit dus ook een lampje in. En die geeft s'nachts best wel veel licht. Ook en een blauw lampje. En daar maken we gebruik van als we s'nachts slapen, dat we dan de telefoons opladen. Ja. Dus ja, je kunt wel uitschakelen, dan zijn die lampjes ook uit. Maar die lampjes die blijven dus branden op het moment dat je oplaadt. En zo'n blauw lampje geeft toch wel een... veel licht. Ja, het kleurt jou heel mooi blauw, schat. Ja, ik ben zo in de camera. Een oud sprookje, blauwbaard. Smurf. Ja. Blauwbaard met een eigen snor moest eraf. Maar goed, dat is helaas. Maar kijk, dan hebben we nog deze. Doe mijn ogen even weg. Kijk, wauw. We hebben een bouwlamp in de camper. Licht. En die kun je dimmen tot... een beetje sfeerlicht. Ja, 1, 2, 3. Dit prima. Het sfeerlicht. Oh, dan kunnen we tenminste zien als we... wat we doen in de camper. Kun je zien wat we zeggen, hè? Nee, maar als je in die hoek moet zijn, dan is het echt helemaal waardeloos. Zo, nou, dit was de bedoeling. Super! Nou, het laatste deel van de klus. Opruimen. Opruimen. Maar hey, hij zit erin. Die is weer gemonteerd. Geen kabelgootjes. Wel goed verlicht achterin. Nou zie ik ook tenminste dat ik hier uit de kast pak, want nogmaals het verschil. Zo. Dit was niet wat. Dat was een donker hoek, hè? Nou, hadden we hier al wel zo'n druklampje in de kast gezet, maar ja, dat doet ook net niks. Dus, nee. Misschien ligt er overigens wel, want die hebben we hier ook in zitten, van die kastverlichting in gaan plaatsen. Die dus zijn ideaal, dat kan nog extra, maar ook deze hoek, als je s'avonds hebt, bedoel dan dat gebeuren. Ja joh, tuurlijk. Je pakt wat uit de koelkast, of er valt wat op de grond, hè, en oh shit, en dan zie je een doek eroverheen halen, je ziet hier niks. Nou, nee, nou kun je tenminste weer fatsoenlijk schoonmaken, hè, als er een bus aanmaak uit de kast valt, schat. Houd je mond!
Want ja, dat gebeurde van de week. Aanmaak. Ja, en dan kan ik ja, zien. En dan kun je slecht zien maar als je het schoonmaken bent. Ja, nou ja, nu wel. Goed zo. Over schoonmaken gesproken, we gaan het opruimen. Zo. En nog even niet een geheel, ja, ingedeeld al. Oh. Een geheel onbelangrijk detail. Kijk, ook deze deur. Kijk, ja, ik zet je eventjes... Ja, dat geeft niks. Hup. Zie, gaat er onderdoor. Dat was natuurlijk ook wel de hoofdzaak waarom we daar die koolstofmonoxidemelder hebben weggehaald. Omdat die deur eraan sloeg. En dit lampje is plat genoeg. Eigenlijk bijna net zo plat als dat de fan is, de ventilator. Ik snap ook niet dat mensen daar niet op letten op het moment dat ze zo'n melder... Ja, maar sommige mensen letten nergens op. Maar dat je dan niet even zo doet, want... En wij letten dan weer overal op. Verschillende mensen, zullen we maar zeggen. Dat kan ook, ja. Nou ja, we hebben het gewoon graag netjes en functioneel. En dit is zo functioneel. En dat is niet geheel onbelangrijk. Dus dat wilde ik nog eventjes laten zien. Ja, even iets heel anders hoor, maar... Mijn grote vriend... Ja, voor jullie is het al lang 5 december geweest, zometeen als deze vlog online komt, maar... Ik zit er nog middenin. Morgen een laatste dag. Morgen is het 5 december voor ons. En dan moet ik nog één keer naar school te paard. Of althans, ik natuurlijk niet. Maar Sinterklaas moet dan nog één keer te paard naar school. En dat is best wel vroeg dat we dan de boel gereed moeten hebben voor Sinterklaas. En dat paardenpiet hier ook moet zijn. Hier moet een stukje rijden. Dus de vraag was, is er een oplossing dat we eerder kunnen komen? Is er misschien een overnachtingsplek voor het paard? Moet je toch eens kijken. Shoutout weer naar de boeren, jongens. Want wat ben ik blij met die man. Met deze mensen, moet ik zeggen. Met de boeren en de boerin. Want het is zo super iedere keer voor elkaar hier voor ons. Niet alleen de ruimte die wij mogen gebruiken. Maar nu ook dit weer. Kijk, vers stro voor het paard. Hoor, ik kan die daar lekker wegpakken. De waterbak staat aangesloten. Dus die kan hier mooi zo'n laatste nachtje voor het werk van Sinterklaas hier doorbrengen. En dan zit ook voor hem de taak erop. Dus even iets heel anders tussendoor, maar ik vond het nog wel even leuk en bijzonder om te laten zien. Dus ja, goed voor elkaar. Daar zijn we echt heel blij mee. Rustig maar jongen, hè? Kijk uit dat je niet uitglijdt daar, want het is er... Nou, lijkt het wat? Hé, is het wat? En daar staat hij dan. Mijn grote vriend, hè? Gaan we morgen ons laatste klus tegemoet, jongen? Hé, hè? Ja, morgen ons laatste klus. Wil je nog een wortel voor de nacht? Kijk eens. Hé? Gaan we lekker slapen samen? Jij hier, ik in de camper. En dan gaan we morgen nog een laatste klus tegemoet, jongen. Hé. Hey. We hebben een vriendschap afgesloten weer, hè, dit jaar. Weer een vriendje erbij. Slaap lekker, jongen.
Tot de volgende keer. Oh, dat is leuk. Nou, veel plezier nog vandaag. Nou, zo zijn jullie weer volledig op de hoogte van wat er allemaal heeft afgespeeld. Jullie hebben vorige week een Sinterklaasvlog kunnen zien. En dat was maar een schijntje van alles wat we hebben moeten doen afgelopen seizoen. Want wat een seizoen. Het was weer druk, een drukke bedoeling. Maar hey, alles weer met liefde en warmte ontvangen. En hebben we weer kunnen geven aan alle kinderen en daarbij ook de volwassenen. Want een lach op het gezicht van een kind geeft immers ook altijd een lach op het gezicht van de volwassenen. En dan ga je het bij mij proberen, hè, Mieter. Ja, zie, komt hij weer in beeld. Ja, met zijn dikke kont in beeld stapt hij er voorlangs en zit hij bij de baas op schoot. En heeft hij het toch voor elkaar. Want hij denkt, de baas gaat toch niet mopperen als hij tegen het publiek aan het praten is. Kwispel de kwispel de kwispel. En hij heeft nog gelijk ook, want ik mopper niet. Nee, mag best even, hè. Ja. Wat ik ook nog leuk vind om te melden, even een paar dingetjes om wat eindjes aan elkaar te knopen. Wij hebben recent een winactie gehad, of recent, zover even geleden. En ik ga het kort proberen te houden. Die werd toen gewonnen door Boudewijn. Boudewijn Meijer uit mijn hoofd. Wat een leuke man. Die stuurde mij later een link door. Hij zegt, Mark, hij zegt, ik heb een review, of hoe zeg je dat, een video over jullie gemaakt. Hoe zeg je dat? Toch kom je op het woord. Ja, hoe heet het ook weer? Oh. Nou ja, goed. Ik kan er ook zo niet op komen. Met een reactie op onze video. Wat hij daarvan vindt en hoe hij daarover denkt. En hoe hij zelf in het leven staat. En toen zag ik de thumbnail. Oftewel de afbeelding die zichtbaar is. Op het moment dat je op de video klikt. En toen dacht ik van, hé, maar die kop die ken ik. Dat is net zo'n leuke vent met een baard. Want hij heeft al eens eerder een videootje gemaakt. Over zwerven met Yuki, destijds nog leven in een camper. Toen heb ik ook zo smakelijk om die man gelachen, want ja, ik denk dat we redelijk hetzelfde in het leven staan en een beetje dezelfde type humor hebben. En link ga ik eventjes onder deze video zetten. Rico, nou ga ik wel op je mopperen, want je zit scheetjes te laten. En je stinkt verschrikkelijk. Maar Boudewijn, ik vond hem superleuk, dankjewel. Ja, ik zet de link ook even hieronder in beeld. En onder in de beschrijving, mensen, kijk ook even die video. Het is dan slechts maar één volger die wat vindt van ons. Maar hey, wat een fantastisch leuke. Nog wel even terugkomen op dat intro. Hey, dat was niet wat, hè. Met alle respect naar de gitarist. Maar dat was niet wat, nee. Ik heb ooit eens beloofd in Flevoland, ik heb dus het hele nummer ingezongen. En ik zou hem ook ooit eens helemaal uitbrengen. Dat is er eigenlijk nooit meer van gekomen, omdat de connecties wat anders zijn geworden. Als dat ik ze toen had om even makkelijk in de studio te gaan stappen en even wat in te zingen en dergelijke. Ik heb dus wel de teksten liggen. En die tekst, ik weet niet wat er allemaal werd gezongen en allemaal aan elkaar werd gebreid. En dan ook nog zo'n roze pet op. Maar ja, daar kan ik weinig van zeggen, want die heb je zelf bij ons gewonnen. Het was een ontzettend leuke video. Mensen, kijk hem zelf ook even. Ja, doen. En dan nog een laatste opmerking, want ik klets toch weer heel eind aan elkaar zo. Maar ons intro. Ja, natuurlijk wachten jullie nog steeds op de nieuwe intro. En dat snap ik ook. Die gaan wij na deze video voor jullie zeker in elkaar flansen. Want wij gaan ook dit weekend weer vertrekken vanuit Terschuur. Dan gaan we weer rijden met de volledige combinatie. En dan heb ik gelijk weer wat gelegenheid om wat beeldmateriaal te maken voor een nieuwe intro. Dus die komt er zeker. Maar kort voor de Sinterklaasperiode kreeg ik een leuk filmpje binnen. Van een gezin wat ons al heel lang volgt. Oh, die eigenlijk ook naar de meeting had willen komen. Maar toen strandde met de camper. En door de ANWB werd thuisgebracht. Dus dat was heel spijtig. Weet je. Dat intro. Kijk even mee. Zo lief. Roosie.
Wat is dat op de televisie? Ik heb een hamster. Yay! De beer. Goed zo, Welen. Dat weet jij goed. Dus ja, we hebben ook hele jeugdige fans. En hoe leuk is dat, dat ze dat dan eventjes laten zien. Nou, bracht mij dat op het volgende idee. Het lijkt me wel een keer leuk. Als jullie nou allemaal, want ik ben wel benieuwd hoe iedereen daar nou bij zit. Want ik heb, dus Boudewijn Meijer al gehoord. Die dus toen de tijd graag van mij die tekst, de songtekst wilde hebben. Omdat hij dan wist wat hij mee kon zingen. Maar hoe zitten jullie daar nou bij op het moment dat op zondag onze video begint? Het lijkt me leuk om de volgende keer eens een keer, als jullie nou alles naar mij toezenden, gewoon een kort stukje van hoe zitten jullie nou erbij als onze intro begint. Want dan zullen we daar eens een keer een intro van maken van al die beelden achter elkaar zettende. Met degene die we net hebben laten zien van de kids. Leuk. En dan maak ik gewoon ik hoop dat jullie wat leuke video's insturen als kijkers zijnde. Al zit je als El Bundy op de bank met je hand in de broek met de songtekst op de achtergrond. Bij een ander een beetje, of in de huiskamer, of in de camper, of in de auto, of op het werk. Of... Ja, eens even kijken hoe het er daar nou toe gaat. Ja, wij zetten hem zelf ook de video nog wel eens eventjes aan om even terug te kijken met z'n allen. En kijk van familie dat ze dat ook doen. Maar hoe doen jullie dat nou? Zing je nou luidkeels mee? Of denk je van nou, ik skip gelijk de intro en we gaan gelijk door naar de beelden. Skip. Stuur een videootje door, maak ik er één lange intro van. Hey, Rowan. Hey. Rowan. Ja, nou Deon die is lekker aan het horten. Ik ga ze er ook niet bij roepen. Vince die zit hier wel bij. Ook lekker weer in de relax modus. Maar we gaan deze video nu echt met jullie afsluiten. Jullie zijn weer lekker bij. Dat was het belletje al. Er is een hoop gebeurd. Ja, Vince doet dit keer het belletje. Dat was alleen een per ongeluk dit keer. Jullie zijn weer lekker bij. Er is een hoop gebeurd. Nieuwe wielen erop. Sinterklaas tussendoor gehad. Lampje. Een verlichting erin geplaatst. Trekhaak gemonteerd. En we gaan nu zo meteen lekker naar Holte om de kerst te vieren. Dus de volgende video wordt misschien wel een beetje een kerstsfeer. Ja. Dat we de camper een kerstsfeer gaan brengen en afijn. Nou, hoe gezellig wordt dat? Ik wil nog wat kussen aan de achterkant. Want Rowan, je hebt het een beetje koud, hè? Ja. Ja, Rowan's bed die zit natuurlijk boven de garage. En misschien weten de camperaars onder ons, herkennen dat wel. Met deze vorst komt die kou wat omhoog. Dus ik ga de onderkant, of althans net wat je ziet, of de onderkant van het bed of de bovenkant van de garage, ga ik aanpakken, ga ik isoleren, zodat Rowan het wat minder koud heeft. We hebben overigens ringverwarming in de camper, voordat daar reacties op komen. Ja, ja. En die hebben we af en toe ook wel aan, maar als we aan het stroom staan, hebben we meer een deel een kacheltje aan. Dus dan wordt het toch wat kil, hè? Maar ook die ringverwarming, die trekt de vorst, trekt dat niet in zo'n koude, kille garage. Ik bedoel, het is toch wat anders geïsoleerd als de rest van de camper. Dat gaan jullie allemaal zien in de volgende video's. Bedankt voor het kijken naar deze en heel graag tot de volgende! Doei! Doei! When we are together in our motorhome, the bits.